Hoi allemaal, nou ik ben Miki Kiemenij, ik ben 22 jaar oud. Ik woon in Barcelona en in Amsterdam. Dit is mijn hondje Jagger, die is 14 weken oud. Ik ga alle lezersvragen beantwoorden. Tot nu toe eigenlijk wel goed. Ik ben druk bezig met Jagger, want Jagger is nu 14 weken oud. Dus hij is net zindelijk, dus daar waren we druk mee bezig. Maar veel uitlaten, spelletjes spelen, werken vanuit huis, videocalls. Ja, gaat eigenlijk wel gewoon prima. Ik ben er nu al 5 weken niet geweest, maar eigenlijk wel heel goed. Ik heb nu ondertussen al mijn plekjes gevonden. Het begint gewoon bij je eigen supermarkt vinden, wat echt heel simpel klinkt, maar eigenlijk dus best wel iets is waar je lang mee bezig kan zijn. Al je plekjes, je sportschool. Ik heb nu eigenlijk alles wat ik, waar ik naar op zoek was en ja, bevalt allemaal heel goed. Veel familie komt langs, heel gezellig. Nee, we wonen lekker. Ik heb niks te klagen. Ik denk niet dat je me snel op YouTube zou zien, omdat ik daar wel een beetje ongemakkelijk voor ben. En vind dat ik niet... Ja, als ik dus een filmpje terugkrijg van mezelf, word ik daar zelf heel ongemakkelijk van. Dus als ik dat dan heel de dag zou moeten doen, nee. Mijn favoriete hotspots in Barcelona qua tapas is Bar Cañete. Dat zit in de zijstraatje van de Ramblas. Bar del Pla is ook heel erg lekker. Een paar minuutjes rijden van Barcelona of je pakt de trein, ben je in Garaf en heb je Cúpula. Dat is super lekker. En Little Beach House in Garaf is ook echt heel lekker. Maar ik heb heel veel lekkere hotspots en die zul je dan in de nieuwste Glamour zien. Een dag in Amsterdam ziet er heel anders uit dan een dag in Barcelona. In Amsterdam plan ik het meestal allemaal vol met afspraken, omdat ik er maar 3 of 4 dagen ben. En dan doe ik meestal 's avonds iets leuk met vriendinnetjes of familie. En in Barcelona is het allemaal iets relaxter. Word ik wakker, ga ik lekker padellen of sporten, boodschapjes doen. Dan werken via de computer, calls. Dan is Frank thuis. Dan is het eigenlijk elke dag anders wat te doen. Toen we moesten verhuizen naar Barcelona was het in het begin wel best wel hectisch. Want ja, ineens gaat je leven van Amsterdam naar Barcelona. Het begin met een huis zoeken. Dat is al lastig in een stad die je nog niet helemaal kent. Maar gelukkig zijn we heel goed begeleid. Dus het was wel hectisch. Maar we hebben een heel goed team om ons heen. Dus het was voor ons allemaal heel goed, goed gegaan. De meeste roddels hoor ik volgens mij zelf niet, maar in het begin komen wel veel aantrekken van roddels of comments, maar dat kwam meestal omdat mijn vriendinnen doorstuurden of zo van ha, kijk dit. En toen heb ik op een gegeven moment verteld van ja, ik hoef die roddels of haatcomments niet te zien. Dus eigenlijk zie ik nu niks meer, dus natuurlijk onder deze reactie ga ik wel even, onder deze video ga ik wel weer de reacties kijken, maar nee, meestal komen de roddels volgens mij niet echt bij mij terecht. Ja, ik heb heel veel zin in. Ik ben helemaal klaar voor, dus ik vind het wel leuk. Oké, dit is wat ik altijd al heb willen doen. Vergeet niet te liken en subscriben voor nog meer leuke video's op Glamour's YouTube kanaal.